zal even hallo zeggen. Hallo, Romee is in de auto en ik heb nog steeds mijn lelijke vlekjes in. En I don't care, want niemand herkent mij met dit ding. Ik ga lekker snacks houden. Snacks! Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. En ik ben vanochtend 2 uur gaan slapen. En rond 7 uur weer wakker geworden. Om aan school te werken. En ja, ik ben dus nog niet echt super moe of zo. Want, oh, even de lamp uit doen. Ik ben niet super moe omdat ik nog echt in die, ja, hoe heet dat, adrenaline zit of zo. Dat ik net opgestaan ben voor mijn gevoel. Maar ik denk dat ik straks wel heel erg moe ben. Ook omdat ik gisteren echt mezelf niet lekker voelde en zo. Dus ik ben benieuwd hoe het er vandaag aan toe gaat. Ik denk wel dat ik niet naar school ga. Ook omdat alles nou dicht wordt gegooid, vind ik het een beetje kinda spannend. Wat ze nou willen. En ja, voor mijn gevoel wordt er ook nooit echt super goed afstand gehouden op school, vind ik. Want ja, we toch wel op een of andere manier per ongeluk dit of dat. En mijn zusje die moet ook, Julie die moet ook afwachten op de coronatest. Want die heeft ook weer een test moeten doen omdat ze met iemand in aanraking was. Dus ja, voor mij is het slimmer als ik het gewoon online kan volgen. Gelukkig kan dat ook gewoon. Dus ja, beter. Dan ga ik nu eventjes verder met werken aan school. En daarna ga ik gewoon iets eten, denk ik. Ik heb trouwens echt een hele heftige knoop in mijn haar. Het is gewoon 1 grote knoop. Niet normaal. Dus ik denk dat ik straks even ga douchen met 100.000 klodders conditioner of zoiets. Of dikke vette olie en dan uitkammen of iets in die richting. Want dit is echt niet oké, hoor. Hier gaat je haar echt helemaal dood aan. Kijk dan. Wat erg. Yes! Ik heb het ingeleverd. Woehoe! Dus ik ben klaar met Engels. Top. Oh, ik zie er echt uit alsof ik ziek ben of zo. Oké, ik ben nu toch lekker op mijn computer bezig. Dus ik ga maar eventjes mijn vlog meteen editen en uploaden. Dan hebben we dat ook weer gehad voor vandaag. Oké, het is inmiddels al 12 uur. 7 over 12. En ik zie er nog steeds uit als een zwerver. Ik moet nog steeds eten. Maar mijn vlog is geëdit. Yes. En geüpload nu net. Dus ik ga hem afsluiten. Laptopje dicht. Wappakee. En om 1 uur heb ik volgens mij weer online les. Dus we gaan nu eventjes douchen, denk ik. Douchen en eten. Ja! Nou, ik heb lekker gedoucht. En ik moet nou eventjes opschieten, want over 5 minuten heb ik online les. En ik heb ontbijtje gemaakt. Lekker. En mijn koffietje. Yum, 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 yum. Ik heb 2 hele schattige vlechtjes in gedaan. Is het mooi? Nee. Maar vind ik het leuk? Ja. Ik ben lekker bezig met school geweest. En nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik had de kachel hier een beetje te warm aangezet. Want ik heb helemaal rode wangen gekregen. En kijk even naar mijn lelijke nagels trouwens. Oh, moet ik echt iets mee doen? Oh my god. Ik ga even mijn telefoon in de oplader leggen, want die is inmiddels al dood. Omdat ik natuurlijk heel de dag op social media zit. Maar goed, ik heb in elk geval heel veel reacties gekregen over die koffie. Dus als jij ook nog meer ervan wil weten, stuur me even een berichtje. Want ik vind het helemaal leuk om de informatie te delen. Want ik vind het zelf ook helemaal top. Dus dat. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het nou al heb gezegd in mijn vlog of niet. Want ik doe alles tegelijkertijd. Maar ik wou eigenlijk vertellen dat dit vandaag de laatste dag is waarschijnlijk dat alles nog open is. Dus ik ben even snel gaan kijken of ik nog cadeautjes moest hebben voor kerst en zo. Nou ja, dat viel wel mee. Ik ben ook van plan om bijna alles gewoon wat je kan online bestellen, doe ik ook gewoon online bestellen. Want het is gewoon vervelend om al die mensen in de stad te hebben. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, maar wat we wel gaan doen, Gerald en ik zijn natuurlijk hartstikke verslaafd aan leuke dingen doen. Zoals heel veel mensen. En we kunnen dus alleen vandaag nog waarschijnlijk iets leuks doen. Dus hebben we snel last minute gezorgd dat we naar de bioscoop kunnen. Heel veel zin in.
Gerald heeft gewoon even de film uitgekozen, dus ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik heb de trailer niet eens bekeken, maar volgens mij is het gewoon een beetje grappig. Dus dan is het altijd goed. En ik doe dus allemaal gezond nu. Maar één keer in de week moet je natuurlijk ook ongezond doen. Of nou, moet je ongezond doen. Dat is een beetje niet... Oké, dit is wel heel erg donker. Maar het is niet dat je ongezond moet doen. Maar het is niet de bedoeling dat je lichaam er helemaal aan gaat wennen. Want anders dan krijg je een yo-yo effect. En dan kun je dadelijk weer in één keer, boom, alles erbij aankrijgen. En die koffie, die moet je ook 6 dagen in de week doen. Dus ik heb ook een stopdag. En dat is morgen. Dus ik ben eigenlijk van plan om dan vanavond bij die bioscoop toch een klein beetje te cheaten. In hoeverre ik dat ga doen, weet ik nog niet. Ik heb er niet echt over nagedacht. Want we mogen natuurlijk zelf dingen meenemen. Dus het is altijd zo'n beetje kut als je dan in de bioscoop zit en dan maar niks gaat eten of zo. Dus ja, daar ga ik eventjes over nadenken. Maar ik ga nu eerst eventjes spullen pakken en zo. Want straks ga ik naar Gerald. En dat is wel handig als ik in één keer kan gaan en niet allemaal dingen moet zoeken en zo. Dus dat. Ik heb weer iets nieuws, hè. Eerst was het anyways en nu zit dus dat. Dus dat. Wat ben je cute. Nog eens cute. Wat een knuffelbeel. Wij gaan lekker eten. We eten one of my favorite things. Iets wat ik het meeste heb gemist toen ik naar Indonesië ging. Boerenkool. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is zo. Ik zit in de auto en ik kan helaas niet echt vertellen wat ik nou net heb gedaan. Ik heb namelijk even iets op de post gedaan, maar diegene kijkt misschien wel mijn vlogs, dus ik zeg niet hoe of wat. Haha. Maar ik ben nou onderweg naar Romee, want die ga ik eerst even ophalen. Ze kan trouwens al zonder krukken lopen, dus ik ben heel erg trots op haar. maar ze wou nou gaan auto rijden en dat leek mij niet zo'n heel slim plan. Dat vond ik een beetje riskant. Dus ik ga haar gewoon even ophalen. Ze heeft geen keus, ze moet van mij. Maar dan moet ik morgen ook mee met haar, want ze moet weer bloed prikken. Vind ik niet erg, maar ik ga in ieder geval niet kijken hoe ze bloed aan het prikken is. Dikke nee. En wat wil ik meer vertellen? En dan gaan we samen even naar de winkel, wat lekkers halen. En dan gaan we naar de bioscoop. Want we gaan mee, super gezellig, dubbel date. Alleen moeten we heel ver uit elkaar zitten, maar dat maakt niet uit. Gezellig toch? Even nog de laatste dag dat het kan. Even nog naar de bios. Yippie! Zin in. Ik zal even hallo zeggen. Hallo, Romee is in de auto en ik heb nog steeds mijn lelijke vlekjes in. En I don't care, want niemand herkent mij met dit ding. Ik ga lekker snacks houden. Snacks! Snacks! Doei! Doei! We zitten al helemaal. Wat? Hey Romee. Hallo. Wat doe jij nou weer? Wat ik zeg, die had ik 2 keer gekocht. Had ik 48 van die blikjes. Oh, doe je dit in inbreng, jongen? Ja. Dat deden wij niet toen wij dat. Nee, dat deed Maarten. Jippie. We hebben de film gekeken in de bios. En moi. Het was een moi film. Het was geen slechte film, maar ook niet echt een vette film of zo. Niet echt een aanrader, maar goed, het ging er meer omdat we nog een keertje naar de bios konden. Maar goed, dus nou is lekker alles gesloten, kijk gezellig. En wij gaan lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen weer!